Hallo, het is zondag. Ik heb al een halve dag erop zitten. Ik ben namelijk vanochtend gaan tennissen. Om 9 uur moest ik al gaan tennissen. Dus ik ben een beetje moe. Maar we hebben gelukkig wel gewonnen. Daarna ben ik naar de verjaardag van mijn schoonzus geweest. En ik heb iets gedaan en dat ga ik jullie nu laten zien. Yay, een nieuwe video! Kijk. In de vorige vlog zagen jullie hier een zwembad. Nou, die heeft daar wel geteld een paar uur gestaan. Toen is die gaan lekken. En ik heb hem vanochtend opgeruimd en in een zak gedaan. Dus die kan met het vuilnis mee. Dus helaas geen lekker badje meer voor ons. Maar het weer is ook heel slecht. Of in ieder geval heel slecht. In ieder geval niet voor in een zwembad te gaan zitten. Dus het gaat niet meer door. Nagini, wil jij in bad? Wil jij in een zwembad? Laat me met rust. Nee, knuffelen. Oh, even showen voor die camera, hè? Hè? Hallo? Oh, zo knap. Nou, dus dat is gebeurd vanochtend. Daar ben ik al druk mee geweest. En nu is het tijd om te streamen. En ik ga lekker Teamfight Tactics spelen. Helaas kan ik vandaag maar 2 uurtjes live. Want ik ga vanmiddag om 1:05 al uit eten met een vriendinnetje van me in een pannenkoekenhuis. En ik hoop dat ik mijn camera meeneem. Dus dan hoeven jullie niks te missen. Oh, het zit erop. 2 uurtjes gemaakt kunnen streamen. Echt zo jammer. Ik vind streamen zo leuk. Ik vind het dan niet leuk dat er maar 2 uurtjes kan. Maar goed, het is niet anders. Ik had nu ook een afspraak met een vriendinnetje. Dus ik ga nu lekker naar het pannenkoekenhuis met haar. En jullie gaan lekker mee. Koppie thee. Yay. We hebben een broodje vooraf. Wil je trouwens op de vlog of niet? Nou, ik ben met Milou. Dit is Milou. En dit is het pannenkoekenhuis. Ja, het is nog rustig. Maar we zijn er om 5 uur. Lekker vroeg. We zijn wel healthy girls met watertjes erbij, hè? Ja, niks gebeurd. Het is echt niet al een hapje van genomen. Nee hoor, we gaan maar lekker eten. Ik wou alleen even de heerlijke pannenkoeken erop zetten. Want ja, ik vind deze zo lekker. Dit is gemberpannenkoek. Waarschijnlijk doen heel veel mensen me nu echt uitlachen dat ik voor een gemberpannenkoek ga. Maar oh, dat vind ik zo lekker. Jij hebt de boerenpannenkoek, hè? Oh, dat lust ik echt niet. Ik hou niet van bacon, dus nee. Maar goed, we gaan lekker eten. Zo, ik ben weer thuis en ik had wat dingen binnengekregen. En die wilde ik eigenlijk eventjes laten zien aan jullie. Dus eerst ga ik eventjes mijn shirt en zo uittrekken, want ik wil gewoon iets comfortabels aan. Dus daar ga ik mee beginnen en dan ga ik jullie wat dingen laten zien. Dat is echt heel stout, Nagini. Goed zo. Ja, ze zitten op de bedrand. Dat mag jij niet. Dat mag jij niet. En daar mag jij ook niet. En daar ook niet. Jij mag helemaal niet op de slaapkamer. Hup, 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 hup. Nou, ze luistert echt. Oké, ik heb mijn Twitch outfit aan. Zoals de Twitch joggingbroek en een Twitch shirt. Nu kan ik jullie laten zien wat ik binnen heb gekregen. Ik zal het even laten zien. 2 van deze schermen. Dit zijn de AOC. Nou moet ik even dat nummertje uit mijn hoofd. Dat weet ik nog niet. Het zijn in ieder geval 2 24 inch schermen. Ja, het zijn van G2 eSports. Is gesponsord door hun of zo. Denk ik, omdat het helemaal branded van hun is. De AOC G2590PX G2 gaming monitor. Heb ik er 2 van binnen. 24 inch. En ik heb nog een 24 inch bij mijn ouders liggen. Dus die ga ik alle 3 naast elkaar. En dan wordt het echt zo mooi, mijn setup. Zal ik deze week meer over laten weten in deze vlog waarschijnlijk nog. Dus dat ga je gewoon zien. Maar hier heb ik er dus 2 van. En ik heb nog een pakketje van Femme Luxe. En wat kleding. En die heb ik eigenlijk al, was al voor de vakantie binnengekomen. En ik heb nog geen tijd gehad om het überhaupt uit te pakken. Dus dat ga ik nu doen. We leven inmiddels
op maandagochtend. En ik heb een paar dingen die ik vandaag moet doen. We hebben die schermen gisteren gezien. Die wil ik uitpakken. Alleen ik wil die uitpakken op camera. Want dan wil ik meteen een unboxing video van maken. Dus dat gaan we als eerste doen, denk ik. Dan heb ik die boxen uitgepakt. Of die boxen. Die schermen. Dan komt er waarschijnlijk een beugel binnen voor mijn monitoren om ze op te hangen. Dat ga ik dan ook uitpakken op camera. En dan zit ik een beetje te denken. Want mijn oude schermen gaan naar mijn ouders. Moet ik die dan al... ontkoppelen en meenemen naar mijn ouders? Of laat ik ze nog even hier totdat ik mijn hele pc kan op, ja, mijn setup kan netjes kan maken? Ik weet het niet zo goed. Ik zit een beetje te twijfelen en ik kom er even niet uit. Maar ik dacht, want ik wil al mijn hele setup, zo maar zeggen, een beetje kabelvrij maken. Dus alle kabels wegwerken en netjes. Want ze komen over een paar weken hier een fotoshoot doen voor een tijdschrift. En ik wil dan dat het er netjes uitziet. Alleen, ik weet dus niet, ja, ik weet even niet waar ik moet beginnen. Dat is eigenlijk het probleem. Maar ik denk dat ik dus gewoon begin. En dan gaandeweg vandaag zie ik wel waar ik uitkom. Maar ik ga dus eerst even mijn hoofd klaarmaken voor de unboxing video van de schermen. Dit hebben we aan vandaag. Ik wilde een beetje basic kleren aan voor de video. Dat het niet alle afleiding is naar mijn shirt of zo. Dus ik heb dit paarse, ja wat is het, een beetje pastelpaarse shirtje aan. En ik vind dit echt een heel leuk kleurtje. Ik wou wel iets bruiner zijn, dan stond het nog mooier. Maar goed, dat is helaas niet zo. Waarom ik jullie erbij pakte? Ik wil eventjes laten zien de teringzooi die mijn gamekamer is op het moment. Waar ik me echt voor schaam. Hallo, dit is zooi. Ja, dus dit gaan we vandaag eventjes mooier maken. Hopelijk. Wat ik nu ga doen is even... Ik wil die andere... hoe heet dat? Video wil ik met die camera maken. Dat is zoveel mooier. Dus die ga ik nu eventjes daar weghalen. En in de kamer opzetten, zodat ik die unboxing kan doen. Oh ja, en dat betekent dus dat ik... ik heb maar één SD-kaartje. Dus die ga ik uit deze camera halen en in die doen. Dus ik kan eventjes niet vloggen totdat die video erop zit. Wow, ik ben zo hyped. Zo mooi. Oh my god. Kijk, het zijn twee schermen. En het is dan de Samurai Edition. Dus er zit zo fantastisch prachtige design op. Ja, ik vind ze echt heel mooi. Mijn beugel is nog niet binnen. Die komt ja, super snel binnen. Hij zou ongeveer nu binnen kunnen komen en dan 2 uur verder. Dus ik hoop dat ze nu binnenkomen. Vaak is het wel rond 10 uur dat de bezorger hier komt. Dan kan ik ze in principe al aansluiten op de computer. Ik hoorde ook dus dat er speakers in zouden zitten. Ja, ik zie ze zitten. Oh mijn god. Dan kan ik dus mijn speakers opruimen. En dat scheelt een hele hoop bekabeling bij mijn computer. Mijn speakers gebruik ik eigenlijk alleen als ik geen zin heb om mijn headset op te doen. Dus dat hoeft voor mij niet zo hoge kwaliteit te zijn nu. In dit kleine kamertje. Als ik later een grote streamkamer heb ergens in een huis. Dan zou ik het zeker wel... willen, weet je wel, een goede speaker set. Dus ik bewaar hem wel. Maar ik ga hem afsluiten nu. Omdat, ja... Het zijn alleen maar meer kabels die ik moet opruimen. Dus ik ga dat nu doen. En ik ga jullie het ook laten zien hoe ik dat allemaal ga doen. Want die setup, mijn streamkamertje, die kan echt wel een frisse wind gebruiken. Daaronder zit dus mijn speaker. Die ga ik dus nu opruimen helemaal. En dan heb je die speakers aan de zijkant. Ja, ik wil het niet eens laten zien. Het is zo'n troep. Ik zou bijna vergeten te vloggen tussendoor. Maar ik heb de schermen afgesloten, mijn oude schermen. Ja, ik had het allemaal vastzitten met tapes. Echt niet leuk. En stof. Ja, het was echt nodig om dit eens even te doen. Maar ja, ik ga nu mijn oude schermen voor mijn ouders klaarzetten. Die mogen mijn ouders hebben. En dan krijg ik hun scherm. Want zij hebben een 24-inch scherm. Die wel op een beugel kan waarschijnlijk. Maar goed, dit is progressie so far. Ik heb de speaker al opgeruimd. Ja, het is echt nog een zooi. Maar we komen ergens.
Ik heb nu alles afgesloten van mijn pc. En nu ben ik weer opnieuw aan het opbouwen. Ik heb inmiddels de mixer van mijn microfoon heb ik aangesloten. De PlayStation heb ik niet aangesloten, maar die is wel internet en stroom heeft die. Maar de HDMI laat ik nog heel eventjes voor wat het is. En verder is het nu wachten op de beugel. En dan kan ik eigenlijk alles weer installeren. Ondertussen ga ik denk ik eventjes de grond doen, stofzuigen en dweilen. Dan is dat ook weer gebeurd. Dan is het hier helemaal fris en fruitig als ik dadelijk klaar ben. Het is nu net 11:55 en het pakketje is binnen. Ik heb hem dit keer bij Coolblue besteld, omdat de service altijd wel heel goed is bij Coolblue. Ja, dus ik ga hem eens even openmaken. De flat screen, dat wist ik niet. Desk mount. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan 7 kilo aan. En ik heb dus Vesa 100 bij 100. Dat zijn die. Dus ik hoop dat alles past. Clamp or grommet. Ik weet niet wat dat is. We gaan gewoon voor de clamp. Ik ga eens even kijken hoe ik dit... erop ga schroeven. Nou, op de achterkant staat een hele alle maten. Oké. Jammer dat de doos een beetje kapot is. Dat is altijd zonde. Domme kat. Oké, dan moest ik even filmen. Maar goed, ik ga de doos openmaken en dan kan ik meer vertellen. Ik was dus echt super sceptisch over die klem. Want ik denk, ja, dat gaat nooit stevig genoeg zijn. Maar nu snap ik dat het kan. Dit is een gigantische klem. Dus ik ga het op deze manier bevestigen aan het bureau. Uh-oh, we hebben een probleempje. De beugel krijg ik niet hieronder. Ik krijg hem op geen mogelijkheid daaronder. Daar heb ik niet over nagedacht. Denk hoe ik dit ga doen. Ja, ik moet toch dat andere systeem gebruiken door een gat in mijn ding te boren. Nagini. Dus daar ga ik nu even bij mijn vader een boor halen. En dan neem ik meteen de schermen mee. We moeten boren, hè Nagini? Ze is een beetje schrikkerig. Het is even je eng boren. Gelukkig wil Nicky boren voor me. Kijk wat een troep het is na zo'n hele verbouwing van je setupkamer. Overal staat stuff. Oké, er is een gaatje in mijn bureau. Nou hoop ik dat deze er doorheen kan. Ja, die past. Toppie. Die moet er even vanaf onder er doorheen. Dan ga ik even kijken, want hier staat dat we K nodig hebben. Maar hebben we dat ding dan ook nog nodig? Denk het niet. Alleen K. Nou, dit is K. Hoi. En dan dit moet aan de bovenkant. Dus die zet ik hier erop. En dan zou in de buis. Oh. Zit dan een pinnetje. Daar moet het pinnetje. Daar. Ja. Oké. Okay. Dit gaan we doen. Ik zet de camera even weg. De arm zit in het bureau. En dan, of ja, de staaf zit in het bureau. En dan de beugel hangt. Nu deze monitor eraan. Eentje hangt. Nu komt hier twee. Dezelfde. Van AOC. En dan komt hier nog mijn chat dinges. Die komt hier. Ja jongens. De schermen hangen en zijn allemaal aangesloten. Ik heb ze nog niet aangezet, dus wie weet werkt het niet. De cable management, ja, is echt een stuk beter. Veel beter dan dat het was. Dus hier ben ik heel blij mee. En sowieso van voren zie je echt bijna geen kabels. Een paar die daar liggen, dat moet ik nog opruimen. Ik ga nu alles installeren verder. En dan ga ik kijken of hij het doet. En dan meteen opruimen, dan is het helemaal klaar.
eventjes me laten zien hoe het eruit ziet. Kijk, dit is dan mijn chat van Twitch. Hier heb ik mijn OBS, zie ik mijn eigen camera, zie ik ook als er iets in beeld komt of iets gekkigs. En dan heb ik hier het eerste scherm, dat ga ik op gamen. En dan heb ik hier nu een extra scherm. En hier zet ik onder andere mijn Streamlabs op, maar ook Twitter feed. Dus dan blijf ik een beetje op de hoogte wat er op Twitter gebeurt tijdens mijn stream. Misschien dat ik mijn mail hier openzet, zodat ik ook ondertussen mailtjes kan beantwoorden, sturen. Je weet het allemaal wel. Of in ieder geval zien dat er wat binnenkomt. Maar ik ben heel erg tevreden over hoe het eruit ziet. Het is bijna helemaal opgeruimd. Nog eventjes mijn headset en deze. Ja, hier weet ik niet zo goed wat ik mee moet doen. Het is een beetje niet netjes. Maar ik vind het tof eruit zien. Goedemorgen mensen lief! Ik zie er niet uit joh. Sorry, ik ben onderweg naar de sportschool weer een keer. Ja, dat heb ik in juli eigenlijk helemaal niet meer gedaan. Juni ook wat minder, omdat ik heel veel getennist heb. En ja, in de zomer vind ik dat net iets leuker dan in de sportschool staan. En ik had heel veel toernooien en clubkampioenschappen. En ik wilde niet echt spierpijn hebben tijdens de wedstrijden met tennis. Maar nu heb ik wel weer besloten van ja, dat is eigenlijk gewoon een smoesje om niet te gaan. We gaan gewoon weer lekker aanpakken. En ik dacht, ik ga dat dus gewoon weer lekker delen. In mijn vlogs, op mijn Instagram. In augustus wil ik echt knallen en ik hoop dat we, ja, dat er meer mensen dat idee hebben van we gaan in augustus lekker knallen. Zodat we met z'n allen kunnen knallen en dat is toch iets makkelijker, ja, dat motiveert net wat meer. Dus ik dacht laat ik maar beginnen met de eerste dag meteen eventjes te vloggen. Onderweg naar de sportschool, dat is wel 20 minuten rijden voor mij. Drink ik altijd deze, Nocco, BCAA Nocco, heerlijk. En dit is echt mijn favoriete smaak. Dit is een smaakje peer. En ja, mensen vragen altijd, ja, wat is dat BCA dan? Dat zijn eiwitten, dus, maar dan is het alleen het actieve deeltje van de eiwit. Dus de aminozuren die jouw spieren daadwerkelijk weer op gaan bouwen. Dus het is iets actiever en iets sneller dan een eiwit nemen. En daarom nemen mensen het vaak voor of tijdens hun training. Kan ook daarna, maar het beste is tijdens de training. Dus ik heb ook nog een fles gewoon BCA poeder in water opgelost. En die zal ik je zo ook even laten zien. Maar dat neem ik dus al. Die BCAA Nocco, er zit ook cafeïne in. Dus het is ook een soort pre-workout. Dus dat neem ik altijd voor mijn training. Dat heb ik nu gedaan. En dan BCA tijdens mijn training. En dan eiwitten na mijn training. En ik ga even een rotonde nemen. Dus ik leg jullie even weg. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, daar zijn we weer. Er is één dingetje wat ik nog wou zeggen over BCAA's. Het is namelijk zo dat ze averechts werken als jij niet genoeg eiwitten binnenkrijgt. Dus je moet wel eiwitten bij BCAA nemen op een dag. Zodat, ja, ze moeten ook de bouwstenen hebben om de spieren weer op te bouwen. En die zitten volgens mij in eiwitten, zo werkt het geloof ik. Dus als jij BCAA's tijdens je training neemt, helemaal top, gaat echt werken. Maar vergeet niet dat je ook dus genoeg eiwitten binnen moet krijgen. En dat is eigenlijk in grammen twee keer je lichaamsgewicht plus een beetje. Dus ik weeg, laten we even voor het gemak nemen, ik weeg 60 kilo. Dan moet ik dus 120 gram minimaal aan eiwitten binnenkrijgen. Nou weet je dat een beetje, dan kun je dat voor jezelf ook uitrekenen. Ik ga nu sporten en ik zal jullie ook van alles laten zien, waarschijnlijk bij het sporten. Dus tot zo! Ik wil graag niet op de vlog. Te laat, hij draait al. Oké, okay, ik zal je niet vloggen. Privacywetgeving. Nou Nikki, ik ga nu bij Kracht PT personal training doen. Mag ik even een quoteje? Een goede fitness quote. Een goede fitness quote? Nou, ons slogan, onze overwinning is voor jou. Dat is vandaag jij weer een overwinning. Jouw overwinning is mijn overwinning. Oké, okay, doe ik het voor. Ik ga er zo ook een aan Luno vragen. Dit is Luno, dit is mijn personal trainer van Kracht PT. Even een quoteje. Een quote? Ja. En niet de slogan, die heb ik al gedaan. Ja, even een fitness quote voor de vloggers. Volgers. Ik ook niet, ik ben alleen maar een slogan. Ik ben niet meer Ik wou juist on the spot even een fitness quote. Zo van, samen breken we de tent af, hè? Mag.
Of drink. Hey, Lule, er is eentje voor jou. Rustig voor dat mussel. Nee, en net een Nederlandse. Nederlandse, oké. Okay. Hey. Ja, je bent al eens van de social. Luno doet de social media. Ik zie de hele tijd quotes voorbij komen. Ik ga het erin opzoeken. Oké, okay, ik knip wel even. Ja, dat hoop ik wel, ja. Nou jongens, al dit zijn de resultaten van het wegen. Ik ben gewoon afgevallen en spiermassa aangekomen en vetten eraf. En dat voor iemand die heel veel bier heeft gedronken de laatste tijd. Dus, ik ga naar huis. Ja, een bierdieet. Bierdieet.